60% van alle ziektes is vermijdbaar. Ziektes zijn vermijdbaar door zelf meer inzicht te krijgen in je eigen gezondheid. Selfcare is een platform dat mensen in staat stelt om juist meer regie te nemen over hun eigen gezondheid op de manier zoals ze dat zelf willen. En daar wil Selfcare voor zorgen, dat we met z'n allen niet meer ziek worden en langer gezond en vitaal leven. De grote uitdaging als het gaat om gezondheid is om de inzichten die je opdoet om te zetten in nieuw gedrag. Als expert op het gebied van gedrag zorg ik er bij Selfcare voor dat de inzichten die jij opdoet uiteindelijk resulteren in een betere gezondheid. Om dit voor elkaar te krijgen doen wij drie dingen. Als eerste sluiten we aan op wearables en sensoren van alle leveranciers. Daar voegen wij medische intelligentie aan toe. En als derde zorgen wij voor de privacy van de gebruikers en voor de beveiliging van de data, want die data is van hen en niet van ons. Hippocrates, de founding father van de geneeskunde, heeft ooit gezegd: veel belangrijker dan te weten welke ziekte iemand heeft, is te weten wie het is die die ziekte heeft. En daar is het doorheen de jaren volledig misgelopen. Als ik vandaag een FedEx-pakje verstuur van A naar Z, kan ik dat perfect traceren, 24 uur, 7. Van mijn patiënt weet ik absoluut niks. En dat is waar technologie de belofte heeft om de wereld helemaal te gaan veranderen. Dat we gaan toelaten om een patiënt meetbaar te maken en te capteren hoe zijn omgeving en om zijn levensstijl eigenlijk invloed heeft om te verhinderen dat hij ooit ziek wordt. En we hem kunnen gaan coachen om hem gezond te laten blijven. En dat is waar we ooit zijn geweest in het oude China. Waar de arts werd betaald zolang de mensen in het dorp gezond waren. Selfcare is in mijn ogen een van de eerste platformen die gaat toelaten om terug naar dat soort van wereld te gaan. Sinds 30 jaar heb ik sarcoïdose. Dat is een ontstekingsziekte waarvoor helaas geen genezing mogelijk is. Zolang ben ik ook al op zoek naar manieren om zelf de gevolgen van sarcoïdose in de hand te houden, want ze zijn elke dag van invloed op mijn functioneren. Selfcare heeft mij geleerd wat de samenhang is tussen mijn gedrag, mijn eetgewoontes, mijn slaapgewoontes, mijn manier van bewegen en mijn welbevinden de dag erna. Dus alle data die verzamel ik op een dashboard en ik leer wat de beste momenten zijn om bijvoorbeeld medicijnen in te nemen. En het resultaat daarvan is dat ik fitter ben, energieker ben, meer controle heb over hoe ik me voel en hoe ik daardoor functioneer de hele dag. Zoals Koen Kas al eerder vertelde, gaat de gezondheidszorg van morgen drastisch veranderen. De belangrijkste verandering is dat jij meer regie krijgt over jouw gezondheid. Bedrijven investeren vandaag heel veel geld in nieuwe technieken en toepassingen die het mogelijk maken om meer te meten en monitoren over jouw eigen gezondheid. Selfcare heeft een systeem waarmee jij tijdig signalen oppikt, zodat jij dreigende ziektes kunt voorkomen. Daarom hebben we jouw investering nodig om dit al in 2017 waar te kunnen maken.